Goedemorgen. Ik heb dorst. Dames en heren, welkom terug bij Grounded. Vandaag spelen we, spel weer. Grounded? Vorige aflevering waren wij gebleven bij, waren we thuis. Maar we hadden echt enorm veel geëxplored. Vandaag wilden wij ons weer focussen op een base bouwen. Maar eerst ga ik even wat eten maken. Die. Dan gaat hij weer. Oh, hallo. Prep. Larf, hoe die dingen doen? Vangen! There we go. Onze base. Wat gaat dat worden eigenlijk? Waar gaan we het überhaupt plaatsen? Want ik wil hem niet hier plaatsen. Hier, nee. Maar ten eerste. Ja, we gaan even een plek scouten. Oké, waar ben je heen? Je bent gewoon op vast vlak aan het scannen. Boom, nu kunnen we veel doen. Of zullen we een groen huis maken in dat dode gras? Nou, dat is zo, dat wordt barren, zo dark. Laat er deze kant op van lopen. Zullen we het hier doen? Nee, het is hier niet heel erg level, hè? Of wel, hier, bij die clovers. Bij die clovers hier. Daar is het water al. Daar is die, dat ding. Vlakbij een pak sap. Het is alleen, het ziet hier een beetje saai uit. Help even hier met dat alles schoonmaken. Ik ben nu al ergens kwart, denk ik. Al die clovers hier in dat grote veld moeten weg. Ik heb nog één sprig nodig, want zijn er nergens sprigs. Irritant. Ah! 1 hour later. Even kijken, correct. Base building. Was er een grass foundation? Nee, die bestaat niet volgens mij. Dan moeten we clay maken. Ja. Oké, dan gaan we clay zoeken. Ja, eerst clay. Ja. Er was clay alleen bij de swamp, hè? Maar wel, ja. Oh! Oh, jezus. Jezus. Ik schrok me dood, man. Ik hoorde een snork, maar... Nou, hij zit achter mij aan. Wat heb ik hem aangedaan? Oh, mites. Oh, een bombarder... Oh, dat is dus geen mite. Dat is een bombarder beetle. Stem maar, waarom nu? Why? Hij is weg aan het lopen, oké. Okay. Het zou fijn zijn als er geen nacht was. Oh kijk, fuel station! Heb je hem gevonden? Maar is voor mij niet dezelfde toch? Mag ik hopen? Nee, dat denk ik niet, nee. I've thought about this in circles for days now. We zijn er. Wie is klein? Je schep? Ik heb geen schep, nee. Jee. Volg je mij? Ja. Of wat heb ik eigenlijk nodig? Grub. Als vier pen. Auw. We hebben weer problemen. Oh, je hebt al gestunt. Het is nacht en dat is slecht. Het zijn wel glow rooms. Maar ik zal straks gewoon gelijk aan foundations. Oh, nee, dan moet ik ze plaatsen. Ik stel trouwens voor dat we gewoon 3x3 drop foundations maken. Drop ze gewoon. Ik pak ze wel. Waarom zou ik het droppen? Nee, maar dan kan je meer dragen. Oké. Okay. Aan de overkant daar bij die glowworms waren nog meer. Hoeveel heb jij er nu? Ik heb er 22. 9. Oh, hallo. Niet steken. We kunnen hem dood proberen te maken, de andere vriend is ver weg. Weet je nog dat je de vorige keer helemaal dood ging? Let's do it. Wat echt een, precies het wel, echt een weak point. Ah, voor mij wel! Hij zit vast. Wat een dom ding eigenlijk. Yeah. Bioluminescent gloop. Bioluminescent. Ja, dat is. Laat ze maar met rust. You fucking what? Hello! Waar was die stinkbug überhaupt? Weet je dat nog? Nee. Maar we zijn er. Is weg? Ja, kies even een goede plek. Oh, water container. Sapcatcher. Klavers. Klavers? Nou, dit is klavers. Want die klavers glitchen er doorheen. Oké. Okay. Oh, daar is hij! Dat is ik hoorde in één keer vroeg. Goeie plek voor een base. Huh? Nee, ik zei hele goede plek voor een base. Ja, prima toch? Ik ben bad. Waar krijg ik damage van? Die stinkbugs zijn gas. Ja, maar ik was echt heel ver van hem weg. Die pak ik wel eventjes. It's no women crime, but it's better than nothing. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. Ook gelijk onze respawn point zetten daar. Ja, heb ik gedaan. Status, craft. Waar is die stinkbug? Hier, wacht, zal ik even een deur maken?
Gooi ik weer mijn bel, wat de hel? Ja, wat doe je de hele tijd, man? Ik weet niet waarom deze zo raar aan het doen is. Ik kan hier niks plaatsen, dat is het probleem. Misschien vindt hij de vloer lelijk. Ik heb nog een idee hoe misschien wel gaat werken. Hou dit ding even weg die jullie aan doen. Nee, ik vind het leuk maar zo. Ik wil nog even iets proberen. We weten eigenlijk niet hoe we een dak moeten maken, hè? Dus, Een dak gewoon, dat, kun je niet zo, dat is niet zo moeilijk. Hoop ik. Oh nee, wacht, we hebben een 3x3 gemaakt. We hebben een 3x3 gemaakt. Dan kun je niet zo'n dak maken. Wat voor een dak? Zo'n puntdak. Oh wel, maar dat is niet wat ik bedoelde. We hebben geen enkele dak blueprint. Oké, ik zie in één keer heel veel gras daar wiebelen. Dat is meer wat ik bedoel. Nee, wat, ik had deze deur weg. Dat is gewoon een lieselbeestbeestje. Hoeveel klei heb jij trouwens nog? 13. Voor mij is het stinkbeurt daar. Dat is een lieselbeestje volgens mij. Plaats aan die walls maar weer daar. Wat ben je aan het doen? Maar hier vind ik eens plaatsen. Hier maar. Heb jij klei? Plaatsen, dit maakt nee, ik heb twee klei. Oh. Die was niet weg! Dat zei ik! Nee, dat is de lieve heersbeestje. Oh, hij heeft stank. Hij zit vast, blijf op. Ga naast me staan. Ik zie het. Wat loopt er achter? Een lieve heersbeestje. Ik heb mijn pennenboog is bijna stuk, dus. En toch een pennenboog. I'm going in. Hij zegt, ik heb hem. En wat hebben ze van gekregen? Stinkbug part, arrows. Heb jij al klei? Maar er is nergens klei hier. Nee, ik heb er pas één dingetje verzameld. Check this out. Looks very nice. Tot. We hebben nog niet eens een dak. We kunnen nog geen daken maken. Nee, dat zeg ik 100 keer. Oh, nee. Maar dan kan het daar oprecht niet. Ik irriteer me er echt aan. Maar waardoor niet? Want hier kan die wel en daar kan die wel. Dus kan die hier niet. Komt door een linto. Als het echt zo is? Oh no. Ik haat het. Nou, ons huisje is bijna klaar. Oh no, niet weer. What the hell? Een larf die gewoon 3 kilometer ver springt om mij dood te maken. Nou, veel plezier ermee. Weer 1. En toen was ik dood. Fuck off. Oh shit, I'm fucked. Nee, ik wou een spin-up raken. En guess wat ik deed? Ik ging in een spin-up zitten. En er zit een spin bij. Dat is inderdaad niet handig. Oh, ik ben bij het water. Wat is dit? Lilypad wax. Een wat? Lilypad wax. Ik weet niet wat we met lilypad wax kunnen, maar ik neem het mee. Oh, zit daar niks cools? Het is wel opvallend dat we zo lang bezig zijn met gewoon een dak maken. Oh ja, juist. Welke is dat? Ik weet niet. Het zit ergens. In een gebouwtje. Is er niet degene bij de base? Nee, het is normaal. Misschien kan je daar wel een dak maken. Ja, maar die had ik, hoe heet dat? Die had ik, ik had al die scannen hier verbruikt voor koedere dingen. Die in je stinkbug parts, zeg maar. Een lantern. Slime lantern. Oké, dat is echt heel nutteloos. Oké, ik ga hier vandoor. Wauw, ik hoorde niks meer van burgle. Even 3 nieuwe dingen. Wat? Kill 4 stinkbugs. Ben je gek? Klein, ik heb bij die burgle heb ik nu een ding geleerd. En nu kunnen we. Kijk, nu hebben we een hele hoop nieuwe dingen unlocked. Nu kunnen we clover roof, die dingen doen. Oké, cool. Zo, ga ik even kijken naar het dak. Oh, I kinda messed up. Je moet de middelste maken hier, maat. Waarom heb je dat niet gedaan? I don't know. De middelste is het meest belangrijke. Ja, done. Nice. Ja, very cool. Nog een hooizolder maken, of mee? We kunnen het doen. Er zijn niet zoveel ruimte, dus ik weet niet of we het in zouden willen doen. Plank pallet maak ik ook. Moet je buiten doen, gewoon buiten. Oh, ik teleporteer bijna. Nee, we hebben echt ruim, zat ruimte. Nou en? Ik wil het niet hier binnen. Dat is dom. Ik heb acorn shells en sap nodig.
Ik heb acorn shells. Wauw, ze hebben echt heel veel acorn shells nodig. Oké. Even kijken, volgens mij hebben we alles gedaan nu toch? Ja, van mij ook. Oké. Even kijken. Nou ja, we hebben ons huisje gemaakt. Het ziet er echt prachtig uit. Not. Ja, ja, maar prima. Nou, ik vind het wel geinig. Het is prima. Een beetje een schuur. Ja. Real shit, people. Ik ga een balkon maken. Dat denk ik net. Ga ik doen. Maar dan hebben wij ons huis voltooid. En ik zie een klaver in de weg. En dat is... Nou, weet je, haal die klaver even weg. Dat irriteert me. Maar, dan hebben we ons huis voltooid. We missen alleen nog het balkon. Want hij in één keer gewoon blind ass wilde maken. Dat was leuk toch? Ik zou zeggen, hou doen. Als je het leuk vond, geef een duimpje omhoog. En als je het nog leuker vond, kun je altijd abonneren. Dat is toch altijd goed? Of geld doneren. Nee, dat hoef ik niet, dankjewel.